Heb je een leuke Vuelta gezien, Erik? Ik vond het heel jammer dat Evenepoel, dus die dag waar het er om ging, was echt de zwaarste bergrit met de Tourmalet en zo. Dus was hij meteen op Biesk was die weg. Ja. En toen liet hij het ook lopen. Dat heeft hij ook niet meer doorgeknokt. Nee. Mentaal knakte hij daar helemaal. Dus dat was jammer voor de ronde, want ja, toen zag je dat wel aankomen. Dat het een 1, 2 en 3'tje zou worden, want ze staken er zover, of ze staken er bovenuit. Ja. En van Ayuso, Mas, Landa, dat zag je wel. Ja, die kunnen niet veel ondernemen, die hingen eraan, maar dat was het. Ja, maar gaan we dit beeld dan nu zien bij de volgende Giro? Nou, nee. Nee, want dit moet wel uitzonderlijk was. Maar wat moeten ploegen doen? Want het is wel heel duidelijk dat zij op een ander level zitten. Ja, goed, als je over ronde renners kijkt, dan heb je Vingegaard, Roglic, Pogacar. Dat zijn de drie beste. En als Pogacar er niet is en die twee rijden bij elkaar in de ploeg, dan kun je het wel weer krijgen. Maar ja, een Pogacar moet erbij zijn in goede doen. Ja. En de andere ploegen moeten inderdaad een beetje ontdekken wat nou het geheim van Jumbo-Visma is.